Anita, het voelt alsof we al een tijdje geen nieuwe single meer van jou hebben gehoord of gezien. Dat is ook zo. Ja, dat ging helemaal mis. Wat is er gebeurd dan? Nou, ik was bij iemand die een nummer voor mij op zou nemen. En dat was in februari. En tot op heden is daar niks mee gebeurd. Dus ben ik naar een ander studio gegaan. En gisteren heb ik mijn single in ontvangst kunnen nemen. Dus binnenkort gaat het gebeuren? Ja, eindelijk. Het is een heel vrolijk nummer. Dus ook heel iets anders wat mensen van mij gewend zijn. Ik hoorde dit liedje en ik dacht, oh, dit vind ik een prachtige nummer. Het is een buitenlands nummer en dat heb ik vertaald naar het Nederlands. Op weg naar jou. Dus ik ben op weg naar mijn liefje. Van de week wordt hij geplucht. Nou, en dan, ja, dan gaan we er volop ermee bezig in ieder geval. Het gaat hard. Ja, en over een week wordt de videoclip opgenomen. Dus dan is het weer het plaatje helemaal weer compleet. Nou, en dan hopen we dat de mensen het ook heel leuk vinden. Hoe reageren de mensen? Ja, enthousiast. Ja, ze deden wel lekker mee. En, ik hoop echt dat het wat wordt. Dus je gaat er helemaal tegenaan en hebt er heel veel zin in? Heel veel zin in, ja. Maar normaal ben ik altijd van het levenslied. Maar ik dacht, nou, ik wil nou eens een keer wat anders. Dus dit is een beetje rock. Dus de stevige kant van Anita. Ja, ja. Dan kan je zien dat ik ook een andere kant heb. Dat ik niet alleen levenslieden heb, maar ook feestmuziek, vrolijke muziek. Ja, voor iedereen wat. En als mensen dan zeggen, nou moet luisteren, dat klinkt mij gezellig in de oren. En ik wil Anita wel een avond bij ons feest hebben. Waar kunnen ze dan terecht? Ja, bij www.anitahulshoff.nl of bij feestartiesten.